Ja, welkom bij Boxkeeper Plays. Hartstikke leuk dat je kijkt. En natuurlijk alle nieuwste abonnees van harte welkom. Leuk dat jullie kijken. Ik ga vandaag weer verder met Joey's Adventure, deel 7 inmiddels. Nou, ja, ik weet nog niet echt wat de nieuwe missie is. Ik pak deze auto gewoon weer. En je ziet boven de... Hoe noem je dat? Boven het klokje, boven het kompas. Boven de navigatie. Nou, whatever. Daarboven zie je dat ik wanted ben. Sorry, het is nog een klein beetje snot. En dat is heel vervelend, want ik hou er niet zo van om wanted te zijn. Dat betekent dat ik bijna nergens naartoe kan bewegen. Dus ik ga heel even naar een modezaak en dan koop ik even een ander overhemdje en een broekje en een dingetje. En dan ben ik er weer vanaf. Oké, nou daar gaan we weer. Even zien, hier naar links. Dat is altijd een beetje lastig, hè. Kijk, hop, grote auto neer. Kaboom. Nou, dat is één. Eens even kijken, Joe. Hier moet je naar binnen, jongen. Open the door. Nou, ik vind het goed hoor. Maakt mij niet uit. Klein. Kijk, hij ziet er nog precies hetzelfde uit, maar ik ben niet meer wanted. Nou, en ik hoop eerlijk gezegd dat ze in Mafia 3 dat weg hebben. Dat allemaal wat intelligenter in elkaar zit. Oké, kijk ik ondertussen heel even op de kaart. Map. En dan moet ik even zien waar ik naartoe ga. Oh hier, kijk. Dit is een connection. Your waypoint is displayed. Nou, dat is mooi. Daar moet ik dus naartoe. Stap maar in, Joe. Rijd die vent voor zijn sokken. Oké. Die kant op. En we gaan hier naar rechts. Oké. Misschien wel even leuk om te vertellen trouwens. Ik heb heel even bij Steam net gekeken. En daar kan ik... En dat ga ik ook doen hoor. Ik ga binnenkort Age of Empire Online ga ik hier op dit kanaal presenteren aan jullie. Ik ben vroeger heel erg verslaafd geweest in Age of Empire. Heeft verder niks met dit spel te maken. Oh my god. Oké. Zie je rijden en praten. Het blijft toch een beetje een ding. In ieder geval, dus dat ga ik laten zien op dit kanaal. En ik hoop dat jullie dat leuk zullen vinden. Oké. Wachten. Lekker. Hier naartoe. Nee, dat gaat niet. Oké. Mijn auto ligt echt aan bonken gewoon. Hier naar links. Ja, het stuurt nou helemaal voor geen meter meer. Ik heb geen voorband. Maar goed. Tussendoor. Nou, eens even kijken wat we hier gaan doen. Ik zie daar een nieuwe auto staan. Dat zal niet voor niks zijn. Oké, Joe. En gaan. Trek die sprint. Oké. Kijk, daar moet ik naartoe. Werkelijk geen idee wat mijn nieuwe missie is. Maar dat maakt me ook niet uit. Het is altijd leuk om te zien. Nou, ik sla een kruis. Daar gaan we. Ja, lezen. Interessant. Saving. Oké, listen, Joey. This will go a lot smoother if we do it nice and quiet. Grappenmaker. Joey gaat mayhem, geloof me nou. Die gaat helemaal los hier in het veld. Hoppakee. Goed zo, Joey. M-
met een headshot. Heerlijk. Kijk. Dat schiet tenminste op. Er komen er een aantal hier naartoe, zie ik. Speelt allemaal in de verte. Kaboom, kaboom. Piepepieuw, piepepieuw. En zo schuiven we steeds een beetje op. Wat? Oh, dat is die bitch. Je weet het nooit, hè. Ze kan je gaan verklikken, dus vandaar. Joe. Netjes. Oké, okay. Waar is de rest? Waar komt dit vandaan? Hey scumbag, I see you. Nou, dan zie je meer dan ik, Joe. Joe ziet het even niet. Oh ja, tussendoor. Dat is één. En in de verte ook nog eentje. Oké, dat is mooi. Knie. Ik ben nu alleen maar mijn kogels aan het verspillen, dus pak hem. Even een ander wapen, dit is echt... Kijk, die moet ik hebben. Dat is één. Zo, lucky shot voor mij. We're screwed. Come on, asshole, bring it on. Kom op, kom op. Ik denk dat we beter gewoon kunnen gaan lopen, hè, partij. Oké, hier even stoppen. Wow, wow, druk. Oké, die moet ook. En die moeten we ook hebben. Bam, bam, bam! Go Joe. Go Joe, ga zelf, man. Joe pak je niet zomaar. Joe, maar. Nog één jongen, dan ben ik er. Zo, die partner van mij die kan een hoop kogels hebben, zeg.
Open the door, employees only. We zijn er volgens mij. Clear the warehouse. Okay. Jesus. Waar is die andere? Kom maar gewoon tevoorschijn. Het is gewoon echt mis ook, hè? Doe maar. Heb eens. Wow. Dat is lastig hoor, hij. Bovenop nog een, maar. Ook hebben. Ik heb een beetje weinig kogels. Nou ja. Hier de trap op. Ga ik ook doen. Dan heb ik tenminste uitzicht over het hele veld. Kijk. Kom maar. Kom maar. Wow. Ja, beste kijkers thuis, dit zit hier ook in. Back. Je moet dus, want je kan dus die Playboy magazines kan je verzamelen. Wordt het spel toch nog een beetje interessant, vind je niet? Nog twee. Nog eentje. Heb eens. Picked up grenade. Oké. Okay. Nou ja, dit ziet er eigenlijk wel hartstikke goed uit. Hoppatee, hoppakanesta. Oh, ik heb trouwens van een van mijn abonnees te horen gekregen dat ik best wel vaak hoppakanesta zeg. Terwijl dat eigenlijk geen mode meer is. Oké, je hebt gelijk. Ik kap daarmee. Vanaf nu. Geen enkel probleem. Maar hier moet ik dus zijn. Maar wat moet ik dan doen hier? Ik heb geen idee wat ik hier moet doen. That looks like the last. Okay, I'm gonna go start up the train. You get the main gate open and get rid of the blocks under the train wheels. Okay, free the train wheels. Zo jammer dat zo'n donker spel is, zeg jeetje. Allemaal kogels. Oké. Ik heb weer zo'n punt bereikt dat ik denk van ja, wat moet ik nou precies doen? Er moet iets aan de voorkant zijn, dat kan niet anders. Oh ja, kijk. Ja, Joe kan alles, hè. Die kan echt alles. Dat is één. Hey Joe, yo. See that big fucking gate over there? Open it up already. Open the front doors. Ik denk.
Ik denk dat ik dat ergens anders moet doen. En volgens mij moet ik dat boven op de brug doen. Want ik zag daar namelijk een schakelaar. En mensen die dit al de hele tijd zitten te kijken, die zagen dat als het goed is ook. Hier heb je ook een schakelaar. Open de deur. Voilà. Mag ik mee of... Dit is niet zo goed, zeg ik heel eerlijk. Protect the train. Oh, mooi. Oh, hier. Oh my god. Nee, nou oh, beter. Zal ik gewoon weer de trap op gaan? Is dat een idee? Beste kijkers thuis, wat vinden jullie? Ja, het heeft geen zin, hè? Om dat nu te vragen. Oh my god. Joe lopen. Op het nippertje hoor, ik zweer het je. Zo te zien ben ik er. Ja. Joe mag met de trein mee. Kijk hem staan, hij is trots. Nice, hè Joe. Ja, ja. Nice going, Joe. Tell you what, after we unload this shit, let's hit the town. I want to introduce you to a friend of mine. So now Vito's in the big house, and I gotta look over my shoulder every 2 seconds. Yeah, yeah, I heard about that. But hey, Tony vouched for you, and you've done good tonight, so I'll tell you what. You keep up the good work, you keep your nose clean, and I'll talk to the fellas. See what we can do about getting you a pass. A pass? What do you mean? A pass. Means you won't have to worry about the Clemente guys. What do you say? All right, let's drink to it. Ja, dat klinkt goed, hè, ouwe snoepert. Zo, hoppakee. Ik wil jullie uiteraard van harte bedanken. Leuk dat jullie gekeken hebben. Ik ga de volgende keer weer verder met de volgende missie. En voor nu zwaai ik af. En ik moet zeggen, het was een spannende pot. Ik ben inmiddels 2 keer dood gegaan. En dat zie je verder niet terug in de montage. Maar in ieder geval, ik heb genoten. Ik vond het super leuk. En ik ga de volgende keer uiteraard weer verder. En ik hoop jullie gauw weer te zien. Toedeloe, bye dokie. Hi.